Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Ondernemingen behoeden voor faillissementen in een coronajaar lijkt een goed idee, maar heeft ook een prijs. Op dit ogenblik is het van belang voor een overheid om fundamentele keuzes te maken. Doen we dat niet, dan gaan we over 100 jaar nog altijd mogen afbetalen en dus geen scholen bouwen, geen snelwegen kunnen herstellen en geen nieuwe economie creëren. Minister van Financiën Vincent van Petegem is onze gast. En de Europese Commissie wil de consument en digitale start-ups beschermen tegen molochs als Google, Amazon en anderen. We spraken met Eurocommissaris Margaretha Vestager. En loopt Slovenië in het spoor van Hongarije? Well, actually, when I was outside, I was really checking if I'm followed. And sometimes I realized I am followed. De persvrijheid komt er steeds meer in het gedrang, ook onder Hongaarse invloed. Het is dinsdag 15 december. Dit is Ter Zake. Wanneer je uitstel van betaling krijgt, noemt men dat ook wel eens een moratorium. De overheid kan bijvoorbeeld uitstel verlenen in uitzonderlijke tijden. Corona is zo'n periode en zowel in de eerste golf als nu waren en zijn bij zo goed als alle bedrijven beschermd tegen faillissementen. Alleen kun je je de vraag stellen of je op die manier ook niet bedrijven beschermt die in normale tijden al lang over de kop zouden zijn gegaan. Dirk van Sundert. Dit was Antwerpen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Als je ergens kon zien dat het openbare leven helemaal stil lag, dan was het hier wel. Winkels, horeca, alles op slot. Corona was en is echt een schok voor onze economie. Er moest dus iets gebeuren. Er kwam een moratorium op faillissementen. Dat wil zeggen dat er van 18 maart tot 17 juni geen faillissementen werden uitgesproken. In principe voor bedrijven die voor de coronacrisis nog financieel gezond waren. En dat vooral omdat de fiscus en de sociale zekerheid hun faillissementsvorderingen tijdelijk stopzetten. Heel in het begin was dat wel nuttig omdat de mensen ook effectief niet konden komen. Wat zou nog spijtig zijn geweest, hadden we de mensen bij verstek moeten veroordelen, terwijl ze eigenlijk thuis zaten en verplicht thuis zaten. In dat opzicht was dat wel een zeer, zeer goede maatregel in het begin. Alleen zijn dat zaken die je niet kunt volhouden. Op dit ogenblik is het van belang voor een overheid om fundamentele keuzes te maken. Doen we dat niet, dan gaan we over 100 jaar nog altijd mogen afbetalen en dus geen scholen bouwen, geen snelwegen kunnen herstellen en geen nieuwe economie creëren. In normale tijden zijn er in België ongeveer 10.000 faillissementen per jaar. Door het moratorium op faillissementen is dat aantal in de eerste 11 maanden van dit jaar gedaald met 30%, wat logisch is natuurlijk. Tussen 17 juni en nu was er geen wettelijke regeling die faillissementen tegenhield en toch werden er weinig bedrijven in faling gesteld. Sindsdien is er eigenlijk een soort feitelijk moratorium van de RSZ en van de staat om eigenlijk de mensen niet te dagvaarden in faillissement wanneer hun schulden hoofdzakelijk uit RSZ of BTW of andere fiscale schulden bestond. Dat is wat men bedoelt met een feitelijk moratorium. Er komt nu een nieuw wettelijk moratorium, alvast tot 31 januari. Maar wat gaat er dan gebeuren? De 30% bedrijven die in normale tijden failliet gegaan zouden zijn dit jaar, zullen dan waarschijnlijk over de kop gaan, pakweg zo'n 3000 faillissementen. En dan komen er volgens Graden nog eens tienduizenden faillissementen bij de komende jaren. Op dit ogenblik toont onze berekening aan dat zonder verdere maatregelen ongeveer 50.000 bedrijven als gevolg van deze crisis het beltje zullen moeten bijneerleggen. Maar niet op één jaar tijd, niet op een paar maanden tijd dan? Nee, dat zal een golfbeweging zijn, een soort van een langzame tsunami die zich over 2-3 jaar gaat spreiden. Dus ik pleit ervoor dat men na het einde van het moratorium, en liefst vooraf, nadenkt over welke begeleidende maatregelen men gaat nemen om inderdaad de gezonde bedrijven te helpen om na het einde van het moratorium te overleven. Bij Graden hebben ze berekend dat er maar liefst 80 miljard nodig is om de bedrijven te helpen die in moeilijkheden zitten, maar die toch levensvatbaar zijn. Dat kan de overheid niet alleen. Drie pistes zijn er. De eerste is bij de spaarder aankloppen, want er staat enorm veel geld op spaarrekeningen.
De tweede is privéfondsen van ondernemers aanspreken, want dat geld is er ook natuurlijk. En dan de derde belangrijkste groep waar je geld kunt vinden, zijn de bedrijven zelf die het op dit ogenblik, ondanks de crisis, het nog altijd goed doen. Ik zeg niet dat ze de crisis niet voelen, wel dat ze nog over enorme reserves beschikken. Wij schatten dat momenteel op 1.100 miljard, een veelvoud van die 80 miljard. Ook hier kan de overheid fiscale maatregelen ontwikkelen om die bedrijven die het nog goed hebben en de reserves hebben, te stimuleren om specifiek geld te steken en te investeren in die bedrijven die door de crisis en moeilijkheden zijn gekomen. Anthony Houthoofd, die als advocaat en curator failliete bedrijven vereffent, ziet ook nog een rol voor iemand anders. Misschien kon daar meer het gewicht worden gelegd bij instanties zoals de restdeurwaarder, die daar toch een belangrijke functie kan spelen, die gewoon is om bepaalde uitvoeringen te doen, die soms ook met bepaalde debiteurs naar oplossingen gaat zoeken, oplossingen naar bepaalde afbetaalplannen die leefbaar zijn voor de debiteur en die toch een beetje cash zouden kunnen geven, een beetje liquiditeit, die opnieuw binnenkomen van de vordering die openstaat bij de schuldeiser. Met al die steunmaatregelen en moratoria is er wel een risico, want wat met de bedrijven die misbruik maken van al die systemen. Je hebt een groot risico dat malafide bedrijven natuurlijk ervan gaan profiteren om inderdaad hun schulden niet meer te betalen. Daarover gaat het. Wat op zich concurrentieel zeer slecht is voor de gezonde bedrijven, hè, die dan wel bijvoorbeeld nog altijd de patronale bijdrage betalen en dergelijke meer. Moeten we natuurlijk het onderscheid maken tussen de rotte appels die erin zitten en natuurlijk de ondernemingen die er wel altijd alles hebben voor gedaan, die familiale bestaan 20, 30 jaar, die nu door deze maatregelen die zijn opgelegd in moeilijkheden kunnen komen. Ik ben realistisch. Dat betekent dat ik weet dat het bijzonder moeilijk zal zijn. Ik maak me geen illusies, wij gaan keihard moeten tokken, nog meer dan nu, want wij hebben heel hard gewerkt tijdens de crisis. Maar het zal bijzonder moeilijk blijven en het komen harde tijden aan. En bij ons Vincent van Petegem, minister voor Financiën in de federale regering, welkom. Als ik dit zo hoor, dan denk ik zo'n moratorium op faillissementen van bedrijven is eigenlijk uitstel van executie. Wel, we moeten natuurlijk heel goed kijken naar wat onze doelstellingen waren met deze regering. Dat was natuurlijk de bedoeling om de gezonde bedrijven door die crisis te leiden. En dat is natuurlijk onze voornaamste betrachting. Ik zeg ook altijd, als we kijken na de crisis, zal het niet mogelijk zijn om met failliete bedrijven groei te gaan creëren. Dus het is belangrijk dat we effectief ervoor zorgen dat we onze gezonde bedrijven door deze crisis trekken. En dat betekent dat we vandaag maatregelen nemen die heel uitgebreid zijn. Onder andere dat moratorium op de faillissementen. Er is ook een moratorium op de afbetaling van de ondernemerskredieten. Er zijn veel andere steunmaatregelen, zowel federaal als regionaal, die noodzakelijk zijn en die daar ook die ondersteuning geven. En dan gaan we inderdaad soms eens een slecht bedrijf erdoor trekken, terwijl het natuurlijk de bedoeling is dat we de goede bedrijven er allemaal doortrekken. En dat zal ook effectief met die maatregelen lukken. Ja, dus u zegt eigenlijk, is collateral damage. We nemen dat er voorlopig bij, maar het kost wel gigantisch veel geld. Hè? 80 miljard, als ik de meneer Van Graden mag geloven. Het kost vandaag inderdaad bijzonder veel geld en dat drukt uiteraard ook op onze cijfers, dat is duidelijk. Maar langs de andere kant is het wel zo dat we ervoor zorgen dat die maatregelen dat die tijdelijk en dat die gericht zijn. Mm-hmm. En we hebben dat gezien in de eerste golf, daar waren we zeer uitgebreid in de maatregelen die we namen. In de tweede golf zijn we al veel gerichter geworden, omdat we ook een aantal maatregelen of een aantal voorwaarden oplegden, zoals onder andere het omzetverlies dat een bepaald bedrijf zou gaan hebben. Ik ben er ook van overtuigd dat we de fase die we nu gaan voorbij gaan, en hopelijk komt er geen derde golf voor alle duidelijkheid, vanuit die hypothese vertrek ik altijd. Maar als we nu stilletjes aan die stolp waaronder onze economie vandaag zit, als we die stilletjes aan weer gaan optrekken en de maatregelen gaan verminderen, dan zullen nog meer precisiewerk nodig zijn, want er zijn inderdaad vandaag een aantal sectoren die het heel moeilijk hebben, terwijl andere sectoren deze crisis eigenlijk heel goed zijn doorgekomen. Dat moratorium op faillissement, hè, dat loopt nu tot 31 januari. Dat klopt. Kan dat wat u betreft nog verlengd worden als het nodig is? Wel, we moeten altijd, bij elke maatregel moeten we kijken, is ze tijdig en is ze gericht? Hè? En heeft ze een meerwaarde? En het is zoals daarnet ook in de reportage gezegd, hè, we kunnen er een wettelijk vastleggen of er is een feitelijk moratorium. Natuurlijk, daar hangt het een beetje van af. We zullen zien wat de situatie is begin januari, ook naar de cijfers toe. Maar het is ook logisch, hè. Ik denk dat dat een boodschap is die toch wel moet meegegeven worden, dat alle maatregelen die we vandaag nemen, dat die tijdelijk zijn en daardoor ook gericht op de crisis en de crisis aan te pakken. Want om nog even bij dat moratorium op faillissementen te blijven, dat heeft nog een andere keerzijde. Niet alleen help je bedrijven om deze moeilijke periode door te komen,
waarbij misschien een aantal bedrijven die het sowieso niet gehaald zouden hebben, misschien in andere tijden, normale tijden. Maar er zijn ook schuldeisers die op dit moment dan door dat moratorium niet aan de middelen geraken waar ze recht op hebben en die daardoor misschien in moeilijkheden komt. Hoe weegt u dat tegen elkaar af? Well, dat zijn uiteraard, dat is de keuze die we vandaag gaan maken. Ik denk dat we vandaag beter een bedrijf te veel gaan ondersteunen dan een bedrijf te weinig. Maar we weten uiteraard dat dit soort situaties gaat voorkomen, dat die situaties vandaag ook gaan bestaan. Ook de overheid is in vele gevallen een schuldeiser van, of in ieder geval een vragende partij voor middelen, of voor belastingen en dergelijke meer die betaald moeten worden. BTW, ook daar zijn, RSZ, ook BTW, ja. RSZ en dergelijke meer. Ook daar zijn we zeer behulpzaam vandaag de dag. Maar we weten ook dat er daar een moment gaat komen dat dat zal eindigen. Ja. Hebt u er eigenlijk een idee van hoeveel dat allemaal opgeteld, al die maatregelen, kost aan de overheid? Wel, we weten dat in de eerste golf dat de maatregelen die genomen worden ongeveer een 12 miljard gekost hebben. Daar zullen in de komende periode door die tweede golf en uiteraard de extra maatregelen die we genomen hebben nog extra miljarden bijkomen. Maar het punt is op zich in deze niet zo dat we moeten kijken van hoeveel heeft dat nu juist allemaal gekost. We moeten nu vooral ervoor zorgen dat we onze bedrijven en uiteraard ook onze burgers door deze crisis helpen, ja, zodanig dat we uiteraard nadien weer kunnen aansluiten bij groei. Want het moet wel allemaal ooit terugbetaald worden. Er waren de prognoses van de Nationale Bank gisteren. Die zeggen eigenlijk, ja, de economie nu ligt in een kunstmatige coma, wordt door de overheid in een kunstmatige coma gehouden. Dat klinkt niet echt positief, toch? Dat klinkt niet positief en ik vind dat woordgebruik ook niet helemaal juist. Ik heb daarnet gesproken over een stolp. Wij plaatsen eigenlijk een stolp over onze economie. En die economie wordt nu even beschermd door van buitenaf en van de impact van de crisis. We gaan op een bepaald moment die stolp er weer moeten afhalen. Dat zal op een aantal bedrijven een grote impact hebben. Dat beseffen wij uiteraard. Maar zoals ook daarnet in de reportage ernaar verwezen, er zijn een aantal rotte appels, zoals het wordt genoemd. Ik noem het eerder de zombiebedrijven, die vandaag vooral profiteren van het systeem. Ja, en van de maatregelen, ja, die moeten we natuurlijk ook, daar moeten we ook een einde aan maken. Want het alternatief zou zijn creatieve destructie, wordt gezegd. Ga gewoon rigoureus voor de gezonde bedrijven. Dat is nooit een optie geweest? Maar ik denk dat dat vandaag wel de doelstelling is van de regering. En wat ik daarnet ook aangehaald heb, we moeten uiteraard ons ook voorbereiden op de periode na COVID. Mm-hmm. Dus wij moeten vandaag... De doelstelling in de eerste en de tweede golf is laat ons zoveel mogelijk bedrijven, vooral de gezonde bedrijven, erdoor trekken. De bedoeling in de tweede golf zal zijn de bedrijven die gezond zijn en die eigenlijk perfect zouden kunnen overleven en ook die sectoren, ja, die moeten we gaan ondersteunen. En we hebben daar ook met de overheid al een aantal plannen voor die begin volgend jaar zullen voorgesteld worden. Er zal een solvabiliteitsplan worden opgesteld waarbij dat we de buffers die de bedrijven hebben, dat we die opnieuw gaan versterken, zodanig dat ze opnieuw klaar zijn om eventuele volgende schok te kunnen opvangen. Wat betekent dat in mensentermen? Ze kunnen makkelijker lenen? Ze kunnen makkelijker lenen of ze hebben voldoende eigen middelen, dus eigen geld om eigenlijk die crisis door te komen. Want wat we vandaag zien, is dat er een aantal bedrijven zijn die een goede buffer hadden voor de crisis. En natuurlijk zijn blijven doorwerken, maar die constant van een spaargeld bij wijze van spreken aan het komen waren om uiteraard tot het personeel en dergelijke meer en de investeringen te betalen. Dus die buffers zijn heel sterk gedaald. En die solvabiliteit, die buffers, die moeten we opnieuw gaan versterken. Daar hebben we een aantal ideeën die nu worden geconcretiseerd in een solvabiliteitsplan. Er zijn trouwens ook al een aantal voorstellen daaromtrent goedgekeurd, onder andere de wederopbouwreserve. En daarnaast is het ook zo dat wij met een transformatiefonds gaan komen met de federale overheid, waarbij dat we effectief die solvabiliteit van die bedrijven gaan ondersteunen, maar waarbij dat we ook gaan kijken of er bepaalde bedrijven zijn die een transformatie moeten maken en die door corona hebben ingezien dat ze zich meer moeten gaan oriënteren op de digitalisering, meer moeten gaan oriënteren en daar krijgen ze overheidsgroep, op duurzaamheid, om daar overheidsmiddelen in te steken. En ondertussen, zegt de Nationale Bank, zitten we met een overheids- of begrotingstekort van 10,6% in 2020 op deze manier. Die 3% die Europa ooit oplegde, dat is ver uit het zicht. Hè. Kunnen we dat aan?
Wel, Europa zegt voor het ogenblik dat we naar die 3% niet moeten kijken. Hè. Dat is de general escape clause. Voorlopig niet naar kijken. En maar hoe dan ook, het drukt op de financiën. We moeten uiteraard op een bepaald moment opnieuw daarin meestappen, in dat traject. Ten tweede zegt ook de Nationale Bank en ook de gouverneur van de Nationale Bank, zolang dat de maatregelen die we vandaag nemen, dat die tijdelijk zijn, tijdig en vooral gericht, dan is er op zich geen probleem. Wij kunnen dat aan. Ja. Het gaat natuurlijk over het feit van ja, wat gaan we in de toekomst doen en welke maatregelen, en dat moeten we natuurlijk wat proberen te vermijden, is dat bepaalde maatregelen structureel worden, waardoor dat ze natuurlijk, tot zwaarder, de wijze van spreken, tot in de oneindigheid een impact hebben op ons budget. Wat de Nationale Bank ook zei, is op dit moment schatten zij het aantal werklozen door deze crisis op 100.000, als ik me niet vergis. Ze verwachten dat tegen eind volgend jaar dat er 100.000 werklozen zullen zijn. Ja. Vindt u dat nu veel of weinig eigenlijk? Want dat lijkt een groot getal. Maar elke werkloze is er één te veel. Hè. We hebben ook daar heel duidelijke en ambitieuze doelstellingen mee met de federale overheid, maar ook de regionale overheden hebben ambitieuze doelstellingen. De werkzaamheidsgraad van 80%. Elke werkloze is er dan natuurlijk één te veel. Nu goed, langs de ene kant hebben we natuurlijk een sterk sociaal zekerheidssysteem, waardoor dat als iemand in de werkloosheid komt, uiteraard daar, dat we die persoon zijn koopkracht zoveel mogelijk trachten te ondersteunen. Langs de andere kant moeten we natuurlijk zoveel mogelijk mensen ook gaan activeren. Opnieuw. En als we dan die tienduizenden faillissementen nog over de komende jaren... Ja, maar dat is natuurlijk een rol ook van de regionale overheden. Ik ben zeer tevreden dat mijn collega Hilde Krivits gisteren het project Alle Hens aan Dek heeft naar voren geschoven. Om mensen op te leiden, om ze te gaan heroriënteren, eventueel naar een andere job. Dat is natuurlijk wat we met die personen ook gaan moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we daar ook in zullen slagen. Partijgenoten van u ook, trouwens, even meegeven. Mevrouw Krivits, hartelijk dank voor de komst, Vincent van Petegem. Veel plezier. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers van digitale diensten beschermd worden? En hoe regel je de markt voor digitale spelers als er al reuzen rondlopen als Google, Amazon, Facebook en anderen die graag nieuwkomers klein houden of opslokken? Het zijn twee vragen waar de Europese Commissie een antwoord op heeft gezocht en gevonden door twee nieuwe wetten voor te stellen. Bram van de Putten, jij hebt je daarin verdiept. Twee wetten, in het Engels Digital Services Act, dus Dienstenwet, en een Digitale Marktwet. Grosso modo, wat is het idee achter die twee wetten? Wel, die twee wetten moeten ervoor zorgen dat er meer controle komt op wat er online allemaal gebeurt. Om even een idee te geven, de vorige wetgeving als het gaat rond die digitale handel dateert uit 2000, 20 jaar oud. Klinkt misschien niet heel erg uit, maar op het vlak van technologie en alles wat er online gebeurt, is dat een eeuwigheid. Mark Zuckerberg was 16 jaar, een puber. Google bestond 3 jaar en YouTube en Facebook, daar had niemand ooit al van gehoord. Dus het was echt wel nodig om daar nieuwe regels voor te maken. De Digital Service Act, dat is die eerste pijler, dat gaat voornamelijk over de inhoud, wat er te zien is op Facebook, wat er te koop is op Amazon. De Digital Market Act gaat echt over grote bedrijven en hoe ze die kunnen controleren. Als we dan inzoomen op die eerste, die Service Act, wat verandert dat voor jou en mij als gebruikers? Wel, daarvan zegt Vestager, dat is de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor dit pakket aan maatregelen, dat het een soort van verkeerslicht is. Je kan het vergelijken met een verkeerslicht. Het eerste verkeerslicht toen de auto was uitgevonden. Wel, er is nu nood aan iets dat orde brengt in die chaos op het internet. Het moet ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld geen illegale content te zien is op Facebook. Om een paar voorbeelden te geven. Dat gaat dan over video's rond terrorisme, kinderpornografie, haatcommentaren. Dat soort dingen willen ze aanpakken. Maar ook illegale dingen die te koop zijn. Bijvoorbeeld op webwinkels. Als daar nepspullen verkocht worden, namaakgoederen. Mm-hmm. Wel, dan zorgt die DSA, dat is de afkorting voor de Digital Service Act, ervoor dat sneller kan worden opgetreden. En dat bedrijven ook effectief moeten optreden. En ze kunnen dat ook echt afdwingen dan? Ja, dat is de bedoeling van de Digital Service Act. Dat er effectief een handhavingsaspect aan zit. Bedrijven die niet willen reageren op bijvoorbeeld het offline halen van illegale boodschappen of illegale goederen, die zullen ook een boete moeten betalen en die kan oplopen tot 6% van het van de jaaromzet. Dus dat is heel wat, zeker voor grote bedrijven. Bedrag. Dan is er dat andere luik, de marktwerking die ze willen controleren. Dat is eigenlijk een kwestie van die groten die nu die hele markt beheersen aan banden leggen? Of over welke grootte hebben we het precies? Ja, dat is inderdaad de bedoeling om daar meer controle op te hebben. Er zijn geen concrete namen genoemd in de voorstelling vandaag, maar iedereen weet natuurlijk over welke bedrijven het gaat. Het gaat over Google,
Amazon, Facebook en Apple, dat zijn de vier grootste. Die worden ook vaak de Big Four genoemd in de technologiewereld. En die hebben dan misschien wel geen monopolie, maar die zijn wel heel belangrijk op hun vlak. Bijvoorbeeld Google is een beetje onze toegangsbron tot informatie geworden als we dingen willen opzoeken. Het is een werkwoord geworden zelfs. Inderdaad, als we video's willen bekijken op YouTube, ook dat is onderdeel van Google. Facebook is in feite onze toegangspoort naar andere mensen. Onze vriendschappen staan daarop. Instagram en WhatsApp zijn ook eigendom van Facebook. Dus je ziet dat dat heel grote spelers zijn. En daar wil de Europese Commissie toch ook wel een vinger in de pap te brokken hebben. Want wat is dan precies het probleem met die grote? Wel, vooral dat die steeds groter worden door heel kleine bedrijfjes soms te gaan opkopen. En niemand ligt daar echt wakker van, want dat zijn heel kleine bedrijfjes. En iedereen denkt, ja, dat is geen probleem voor een eventueel monopolie. Maar natuurlijk groeien die bedrijven dan uit tot iets heel groot, bijvoorbeeld Instagram. Ja, dat was natuurlijk een belangrijke concurrent en Facebook heeft die overgekocht. Ja, en op die manier plaats je meteen alle concurrentie langs de kant of je haalt ze zelf binnen. En dat wil de Europese Unie of de Europese Commissie nu in elk geval beter controleren. Door elke overname moet nu gemeld worden hoe groot of hoe klein die ook is. En daar hopen ze echt wel stappen te kunnen zetten. Jij hebt met Margaretha Vestager gepraat. Dat is de eurocommissaris daarvoor verantwoordelijk. Hè? Wat wou je van haar weten? Ja, vooral wat de concrete uitwerking nu zal zijn van al deze voorstellen die gedaan zijn. En mijn eerste vraag die ik aan haar stelde was van, ja, gaat dit nu echt over die heel grote bedrijven? Is dat de focus van deze regelgeving? Gaan eens kijken. Well, this is not sort of envy of size, because you're more than welcome to be successful in Europe. It is to say that with success and power also comes responsibility. That you cannot just, you know, do the same things, because that makes it impossible for others to compete against you. So we say you cannot use other people's data. You need to provide for others to compete with you by enabling that different things can operate, for instance, with the same telephone. So it should give us better products and more innovation in the digital sphere. Big tech companies are bigger than before. Isn't it too late, too little, too late? Well, I don't think that it is ever too late to do something. It will not solve it like this, but it will be a huge step forward. Because on the list of do's and the list of don'ts, well, that is actually opening the gates for many more businesses to be able to compete. This proposal doesn't name any company in particular, but this is about Google, Amazon, Apple and Facebook, isn't it? Well, we hope the companies will identify themselves, because obviously it can be sensitive. I think it's quite a long list. And then, of course, we will assess, do you really live up to these conditions? Do you have the size? Do you have the role in the market? And have you had it for quite some time before you actually fall into being able to do the do's and not to do the don'ts? A lot of those big tech companies are American companies. Do you have any idea how the United States will react to this proposal? We have not sort of specifically pre-warned, but obviously we want to work with the US in everything digital. We just made, you know, sort of an outstretched hand for a partnership with the US on fighting the pandemic, on climate change, but also on digital. But all of that being said, I think it's 100% legitimate that the European democracy sets the rules for the European market. So you're not afraid that this will lead to a tech war with the United States? No, because this is not about being American or not being American. It's about doing business and doing good business in the European market. And then, of course, it is for us in our democracy to set the rules in that marketplace. So actually, it's a global conversation that was completely silent just 5 years ago. So things are really changing. At the same time, the American FTC has sued Facebook for illegal monopolization. What's your reaction to that? Oh, I will follow this very, very closely. I find it to be a very interesting case. We would not be able to do the same thing, because actually in Europe you can be very successful and be very big. We just then say then responsibility comes in. In the US they actually have a ban on monopolies. They even seek to break up Facebook by spinning off WhatsApp and Instagram. Is that something you would support? Well, I think that is for the Americans to decide. In principle, in competition law, you can ask such a divestiture to spin off a company, but then the thing that you have done must be really, really serious so that nothing else sort of can solve the problem that you have created. And we have not had this situation yet. Yeah, but that's something that's on the table in this proposal. That's possible. Yeah, also here, just as well as in competition law, also here,
if you have paid your fines and you have paid another fine and you're sort of a repeat offender, then eventually also here we propose to do structural changes, divestitures for instance. Ja, Bram van de Putten, dat laatste moet je misschien toch nog even uitleggen. In Amerika is er nu dus een zaak tegen Facebook omdat ze te groot zijn, kort samengevat. Ja, dat is inderdaad wat er vorige week is aangekondigd. Het FTC, dat is in feite de instantie die toezicht moet houden op de mededinging. Dus dat bedrijven niet te groot worden, dat monopolies niet zomaar ontstaan. Die hebben inderdaad een klacht ingediend tegen Facebook. En ja, de mogelijke consequentie daarvan zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram, twee onderdelen van het bedrijf van Facebook, zouden moeten afgesplitst worden van het bedrijf omdat er nu te veel macht bij Facebook zit. Ja, het is natuurlijk een rechtszaak die heel lang zal duren. We zullen moeten afwachten wat daar uiteindelijk de conclusie van is. Maar het is in elk geval een heel belangrijke stap. En je ziet dat ook de Europese Unie dit toch wel als een soort van gevoel heeft van oké, misschien zijn we wel niet slecht bezig met onze met het strenger maken van bepaalde maatregelen als het gaat over Facebook of Google. Hebben die bedrijven zelf eigenlijk al gereageerd? Wel, we weten dat er in de maanden voor het ontstaan van deze maatregelen enorm veel gelobbyd is in Brussel. Natuurlijk willen bedrijven dat die maatregelen zo zacht mogelijk zijn. Vandaag hebben we ook twee reacties binnengekregen van Google en Facebook. Twee bedrijven die niet bij naam genoemd worden door de Europese Unie, maar toch wel geviseerd worden. Google zegt dat ze toch wel bezorgd zijn dat bepaalde kleinere bedrijven in Europa ervoor zullen, of dat bepaalde kleinere bedrijven niet meer op een goede manier zullen kunnen ontwikkeld worden door bijvoorbeeld de samenwerking met Google aan te gaan. En een interessante reactie bij Facebook, die zeggen van ja, we juichen dit initiatief wel toe en we hopen dat die DMA, dus die marktanalyse, ook grenzen zal stellen aan Apple als een concurrent van Facebook. Want ze zeggen, Apple heeft de regie over een heel ecosysteem, toestellen, smartphones, ook een app store. En we hopen dat ook Facebook daar als een evenwaardig platform kan worden opgebruikt. Dus je ziet dat bedrijven het al meteen gaan gebruiken om concurrenten stokken in de wielen te gaan steken. Interessant, interessant allemaal. Dankjewel, Bram van de Putten. Vanaf 1 juli volgend jaar neemt Slovenië het voorzitterschap van de Europese Unie waar, samen met Duitsland en Portugal. Op zich niets bijzonders, zal u denken, maar het wordt interessant als je weet dat Slovenië zich in het verzet tegen de Europese meerjarenbegroting aan de zijde van Hongarije en Polen schaarde. Onze collega's van Nieuwsuur reisden naar Slovenië en stelden vast dat de persvrijheid er onder druk komt, mede door Hongaarse invloed. Saskia Dekkers en Thomas de Graaf. Nima, živjo. Zdravo. Živjo. Zdravo. A te motam? Ne, ne. Evo, jaz kličem glede te naše zadeve, a ne? Sej pač poznaš, ne? Nisi pozabil mes. Skratka, imam listke, ki me opominjajo dnevno na to. Veš, trenutno stanje je tako, da je 13 tožb zoper tebe, ne? 13 zoper Vesno Vukovič, pa 13 zoper Modica. Dit Sloveense advocatenkantoor heeft plots veel werk. Een vriend van de premier startte 39 rechtszaken tegen een journalistencollectief dat buitenlandse donaties aan de regeringspartijen onderzocht. There was an article in one of the SDS media that we are about to get several lawsuits. The so-called slap practice is new here, but the sole goal is to drain us financially, professionally, emotionally. In Slovenia is so small that it doesn't need to be a huge number in order to scare people into silence. Especially now with this COVID crisis, when people are scared for their jobs, their income, they might think twice to speak up if they know, for instance, that their colleague or somebody from the public area is being sued for voicing his opinion. Sinds dit jaar heeft Slovenië een nieuwe premier, de rechtspopulistische Janez Janša. Hij is een bondgenoot van Viktor Orbán. Janša werd een paar jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel wegens een corruptieschandaal. Maar zijn veroordeling werd onverwachts teruggedraaid. En nu is hij weer premier.
De onderzoeksjournalist die het corruptieschandaal onthulde, voelt zich niet meer veilig. Well, actually, when I was outside, I was really watching, checking if I'm followed. And sometimes I realized I am followed. Zijn kritische artikelen over de corona-aanpak vallen niet goed bij de regeringspartijen. Media die banden hebben met de regering starten een lastercampagne. So journalists of deep state are attacking efforts of new government in the middle of pandemic to defend their privileges. That's the headline. Vrijwel dagelijks verschijnen er artikelen met zijn foto en suggestieve informatie. En daarop volgen dreigementen. It was a very frightening situation because there were threats in a way. Remember his face on this photo, and when you meet him on the street, beat him physically. Some people were asking for my physical address. Some were sending me click clack, like charging the guns, and so on. And specifically, I knew that some of these threats were coming from ruling party or close to the government. De negatieve artikelen over de journalist staan in media die omstreden banden hebben met Hongarije. Een politiek analist die in Slovenië en Hongarije werkt, ziet een zorgelijke ontwikkeling. In search for financial backing, the right-wing party, the main right-wing party in Slovenia, associated itself as well with these oligarchs that are connected to Orbán's regime, and they started investing in the local Slovenian media system. I think that it's certainly not something that we would like to see in Europe, the let's say the spreading of this kind of politics that Orbán is implementing in Hungary. Okay. Gospod profesor, na katerem boste vi zaslišani, pa zaslišan bo zakoniti zastopnik SDS, ne, se pravi gospod Janša. One of the things that Professor Riesman is being sued about is his statement that the ruling political party is being financed by the Orbán regime. This alignment, political alignment, is also related to what I mentioned in my interview on Slovenian TV, namely that financial, you know, injections from Orbán regime, which are more or less direct and indirect financial injections, more or less make our government dependent on foreign power. De Sloveense premier heeft minder macht dan Viktor Orbán. Hij werkt samen met coalitiepartijen. Toch wordt ook in Slovenië intimidatie gemeld. I had a secret search in my apartment. It was a Stasi KGB style break-in, during which they just moved one item that I realized that they were there. An attempt really to threaten me, to frighten me. Because, how to say, if they would silence me, also many other journalists and people would get easier silenced. Slovenië krijgt volgend jaar een belangrijke rol als Europees voorzitter. De Hongaarse premier Orbán organiseerde deze zomer al Europa zonder censuur. Een conferentie met de Servische premier en premier Janša van Slovenië. This is a special club of freedom fighters and fighters for national sovereignty. So again, welcome all of you. So Orbán is very good in creating this brand and so on, and investing into soft power, and then trying to transform it into hard political power. And he's doing it in a very shrewd way. And he knows that if you control part of the media market in a country, you have some power. De onderzoeksjournalist kreeg uiteindelijk hulp van Franse en Duitse media. Hij hoopt nu dat de Europese rechtsstaatregels iets veranderen in zijn land. Such politics which is now in Hungary, Poland and also in Slovenia should be no negotiations. It's impossible to make a compromise on democracy and human rights. These are values which are worth fighting for.
Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. Blijf vooral kijken naar de afspraak nu met Farah en haar gasten. Heel graag tot morgen wat Ter Zake betreft. Dan met Kathleen. Dag.